Portretted. Wie ben jij? Ik ben Diana Royg. Wat doe jij? Ik ben beeldend kunstenaar. Waarom? Omdat ik dat het allerleukst vind op de hele wereld. Wat is je beste werk? Mijn beste werk is deze achter mij, denk ik. Deze dus. Vind je het zelf mooi? Ja, ik vind het zelf wel mooi. Waarom? Omdat ik er steeds andere dingen in zie. En ik ben er nog steeds niet op uitgekeken. En soms krijg ik opeens van een vriend van mij te horen. Die belt me op en die zegt... Oh, zal ik jou eens laten zien hoe je schilderij er eigenlijk uitziet? En dan draait hij hem om en dan laat hij mij allerlei dingen zien... die ik zelf nog niet gezien had. Als een man in een stoel en een hele grote blauwe teen. Dat soort dingen. Vinden andere mensen het ook goed? Ja, over het algemeen wel, maar soms ook niet. Het verschilt. Zeggen ze nooit iets stoms? Ja, ze zeggen wel eens iets stoms. Sommige mensen die vragen dan wat het is of wat het moet voorstellen. Of die weten niet waar ze moeten kijken, dat soort dingen. Wat is je slechtste werk? Nou, als ik slecht werk heb, dan pak ik het weer op en dan schilder ik er overheen. En dan maak ik er een beter werk van. En het slechtste werk, die geef ik cadeau. Voor moederdag. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Ik haal mijn inspiratie uit... Beetje uit de wereld om me heen, wat er gebeurt. En als ik inspiratieloos ben, dan heb ik meestal ook een beetje ruimte nodig. En dan ga ik aan het water zitten. Hier in de Maas, dat is wel heel erg fijn, want dan hoor je het water zo klotsen. En heb je heel veel ruimte voor je. En dat werkt dan wel voor mij. Dat vult me, die energie. En dan kan ik weer verder. Laat eens zien hoe je het maakt. Ik voel me een beetje bobbels. Ja, Kwas, die kent het. Ja. Het ding met geen plan hebben is dat het heel erg in het moment zelf zit. Maar dat is niet erg. Het is nou eenmaal hoe ik werk. Kun je ervan leven? Ik leef nog steeds, maar het is... ja, ik leef. Wat wilde je vroeger worden? Ik wilde dit eigenlijk altijd al doen. Maar ik wilde ook wel astronaut worden. Dat gaat denk ik niet meer gebeuren. Hoe ben je kunstenaar geworden? Ik ben kunstenaar geworden doordat ik de kunstacademie heb gedaan. En daarna... Nou ja, geworden. Je bent het gewoon. Wat is je duurste werk? Mijn duurste werk is 4.859 gulden. Of euro. Waarom? Omdat we eigenlijk... Ik moest een bedrag verzinnen. En ik wilde gewoon allerlei gekke cijfertjes naast elkaar. Maar dat het dan wel genoeg was om... Even van te kunnen eten en zo. Wat is je lievelingskleur? Mijn lievelingskleur is blauw. Ben je getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd.
Heb je kinderen? Nee, ik deel wel voogdij over een vis genaamd Rosa. Waarom niet? Waarom heb ik geen kinderen? Daar ben ik nog niet aan toe. Ik ben zelf nog een kind. En ik denk dat ik ook nog wel een tijdje een kind blijf. Mijn allergrootste wens is om een keer een tripje te maken naar de maan. En ik denk dat als ik ooit nog een keer de drang krijg om beelden te maken, dan maak ik een hele grote boom met een boomhut erin en die plant ik dan op de maan. Dan ga ik daarin zitten. Wat vind je van de Ketel TV? Ik vind de Ketel TV heel erg leuk.